Welkom bij Politiek Midden-Groningen. We praten vandaag met Marco Metscher van de ChristenUnie. Marco, leuk dat je er bent. Dankjewel. En we gaan een paar algemene onderwerpen die jij in portefeuille hebt, gaan we bespreken. Want volgens mij heb ik niet eerder met jou gepraat op camera. Nee, dat klopt. Ja. Leuk om hier te zijn. Nou, dat is een keer hoog tijd om dat ook te gaan doen. Een van de dingen die bij jou in de portefeuille zit, dat is financiën. Ja. Nou, alles draait om geld, dat weten we. Ja, financiën is natuurlijk heel breed. En we weten ook dat er best wel problemen aan zitten te komen. Niet alleen hier, maar in alle gemeenten eigenlijk. Ja, ja. Met name rond 2026, dan komt er wel een hele grote korting van het Rijk aan. En dat wordt ook wel het ravijnjaar genoemd, waarin alle gemeentelijke overheden dus naar beneden storten. Wat financiën betreft. Dat is ook de reden dat meestal moet de meerjaarbegroting sluitend zijn. Ja. Maar dat waren ze dus in 2016 bij alle gemeenten eigenlijk niet. Nee. Nee. En dat normaal gesproken krijg je dan op je falie van de provincie. Maar in dit geval viel het eigenlijk niet te voorkomen, zeg maar. Nee. Dat heeft de provincie volgens mij dan ook aangegeven. Hè? Dat zijn zoveel onzekerheden richting de toekomst. Dat ze accepteren dat... Dat het vanaf 2026 even niet sluit. Ja. En hoe moet dat uiteindelijk opgelost worden? Meer geld uit Den Haag of een andere oplossing? Ik vind dat Den Haag meer geld moet geven, inderdaad. Mm-hmm. De kosten van de gemeente komen voor een groot deel door taken die ook vanuit het Rijk bij gemeenten zijn neergelegd. Ja. En we zien dat daar niet altijd ook het geld bij komt die we nodig hebben voor de uitvoering. Ja, het sociaal domein bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld, ja. Dan wordt er meteen een bezuiniging ingeboekt. Ja. En die moet je dan als gemeente nog maar waar zien te maken. Ja. En op het moment dat dingen tegenzitten, en dat kan natuurlijk, dan de kosten moeten wel gemaakt worden. Je kunt niet zeggen van, we voeren dit stukje beleid niet uit. Nee, in ieder geval niet op het sociaal domein. Op andere domeinen zijn er mogelijk wel keuzes te maken, maar wat we ook hebben gezien is dat sinds de invoering van de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente, dat er al op zoveel andere vlakken bezuinigd is bij gemeenten om ook de jeugdzorg en het sociaal domein betaalbaar te houden. Ja. Dat eigenlijk de ondergrens daarvan ook wel is bereikt. Ja, en voor je het weet dan bezuinig je dan te veel op onderhoud van wegen bijvoorbeeld. En dat, openbaar groen wegen, inderdaad. En daar is ook al wel in het verleden op bezuinigd. En dat zie je nu ook in de openbare ruimte. Ja, ja en na verloop van tijd dan wordt het de achterstand ook zo groot dat het echt geld gaat kosten natuurlijk. Ja. Op dit moment probeert men een kabinet samen te stellen. Verwacht je dat dat gaat lukken? Ik bedoel niet het kabinet, maar dat er meer geld uit Den Haag komt. Poeh. Ik vind het heel lastig om daar een voorspelling aan te wagen. Ik vind wel dat het moet. Ja. Als we als land onze overheid en ook onze lokale overheid serieus nemen, dan moeten we ook zorgen dat het geld er is om de taken uit te voeren. Ja, ja het zou op zich heel normaal zijn. Ja. Alleen... Ja, nu wordt er dan gepraat over een opbuiging van 17 miljard, geloof ik. Ja. Nou, dat zijn nogal bedragen. Ja. Ja. Ja, dus nee, ik durf er helaas geen voorspelling aan te wagen. Jammer. Ja. Maar goed, ik snap het. Ik kan er zelf ook eigenlijk niks concreets over zeggen. Nee, ik vind wel dat we als gemeente ook richting 2026 daar ons wel op moeten voorbereiden. Mm-hmm. Dat we een scenario hebben wat als... Een plan B, zeg maar. Ja, dat we in ieder geval de gevolgen daarvan ook voor onze inwoners een beetje kunnen overzien. Dat niet zoals in Amerika af en toe het altijd op slot gaat omdat de financiën het geld op is, zeg maar. Ja, dat kan hier geloof ik ook niet, maar nee gelukkig maar. Dat blijft je aandacht houden, vrees ik. Ja, in ieder geval tot en met 2026. Ja. Dat is geloof ik ook weer het verkiezingsjaar voor de gemeenteraad. Ja. En dan probeer ik natuurlijk wel ook over de horizon van die verkiezingen heen te kijken. Mm-hmm. Ja, maar dat is sowieso eigenlijk wel verstandig. Want het is niet zo dat je voor 4 jaar beleid maakt en na onze zonvloed, zoals dat dan zo mooi heet. Nee. Over zonvloed gesproken, ruimtelijke ordening en woning zit ook in je portefeuille. Ja. Ja. En er is net iets met water en riolering aan de gang geweest, geloof ik, inderdaad. Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen donderdag het tarief van de rioolheffing vastgesteld. Oké. Okay. Ja. En die moet dekkend zijn, geloof ik? Die moet dekkend zijn. Ja.
Of die, ja, maximaal kostendekkend. Als gemeente mag je er ook geld bij leggen. En ja, dat doen we op dit moment ook. Oké. Okay. Ja. En wordt het op termijn wel 100% dekkend gemaakt? Of blijft het geld kosten, zeg maar? Die vind ik even wat lastiger en wat ingewikkelder om uit te leggen. Mm-hmm. Want het college heeft een aantal scenario's voorgelegd. Oké. Okay. Die zijn allemaal wel gericht op kostendekkendheid. Maar dat is ook gedaan met het inzet van een voorziening die we nog hebben. Oké. Okay. Er is wat spaargeld beschikbaar voor rioolheffing. En die zetten we in om de kosten nu eerst laag te houden. En daarna, in de loop van de jaren, gaat het wat harder stijgen. Ja. Als ChristenUnie hebben we eigenlijk gezegd van nou, kijk even naar wat het nou echt kost. Mm-hmm. De riool, het onderhoud en de investeringen in het riool. En ga wat sneller toegroeien naar wat het echt kost in de heffing. Dus dat de inwoner betaalt wat het ook kost. Ja. Dus dan ga je de eerste jaren iets harder omhoog. Maar daarna stijgt de tarief wat langzamer. Ja, en dan is voor de burger ook makkelijker in te zien wat het feitelijk kost natuurlijk. Ja, ja, dan zit je dichter bij de reële kosten van wat het riool ons echt kost. Ja. En ruimtelijke ordening, daar moet ik grijs en groen bij zien? Of ook wegen en de nieuwe wijken? De ruimtelijke ordening, dat gaat toch vaak het meest over bestemmingsplannen. En waar komen inderdaad woningen, bedrijventerreinen, dat soort zaken. Ja, ja. En wat dat betreft zijn de ambities vrij groot, geloof ik. De ambities zijn er. De noodzaak is er ook. Mm-hmm. In ieder geval sowieso op de korte termijn. De behoefte aan woningen is groot. Ja. En nou, als raad en als gemeente zijn we er ook hard bezig om daar plannen op te maken. Maar niet, het moet niet alleen blijven bij plannen. We moeten ook laten zien dat er wat gebeurt. Ja, en, ja, ze moeten ook uitgevoerd worden natuurlijk. En ze moeten uitgevoerd worden. Nou, met het laten zien wat er gebeurt, zijn we denk ik concreet bezig met een aantal plekken in de gemeente. Mm-hmm. Waar al gebouwd kan en ook gaat worden. Ja, en voor een ander deel ben je als gemeente toch ook afhankelijk van andere partijen. Dat die willen en kunnen bouwen. Ja, ja? Ja, de capaciteit is beperkt. Je kunt niet onbegrensd aannemers inhuren, zeg maar. De capaciteit, maar ook de financiële markt is lastig op dit moment. Ja. Ik heb gelezen laatst dat het voordeliger is voor mensen om een bestaand huis te kopen dan om een nieuw huis te laten bouwen. Mm-hmm. Een nieuw huis is gewoon duur. Ja. Maar goed, een nieuw huis kan wel energiezuinig gemaakt worden, zodat het ook weer later naar je toe komt, zeg maar. Ja, maar daar kijkt de bank niet naar bij het verstrekken van de hypotheek. Nee, dat is inderdaad wel even een dingetje. Ja. En ook dat is dus wel, ja, zo komen we toch weer bij de financiën terug. Hè? Ja. 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 En je derde punt van aandacht is openbare orde en veiligheid. Ja. En dat is een beetje wat de burgemeester ook in portefeuille heeft. Ja. Ja. En nou gebeurt er veel aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, of in ieder geval het signaleren ervan. Ja. Ja. Dat klopt. Daar zijn we natuurlijk. In ieder geval is daar in de organisatie meer capaciteit op gezet. Mm-hmm. We zien ook overal dat er meer drugslabs, hennepkwekerijen, die schieten uit de grond, lijkt wel. En je ziet ook vaker dat de burgemeester naar aanleiding daarvan een pand sluit. Ik zie regelmatig een persbericht voorbij komen. Ja. Ja. Dus wat dat betreft wordt de vinger wel aan de pols gehouden. Zeker. Ja. Ja, ja, en dat doen we niet alleen als gemeente Midden-Groningen, maar ook in breder verband met de andere gemeenten rondom ons heen. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook, want anders krijg je een waterbedeffect, zoals precies. Het netjes heet. Ja. Dan gaat men naar de wijk waar je de problemen oplost. Ja. Daar zijn de problemen, maar de wijken eromheen, daar ontstaan die problemen. Dan precies, zijn. Dus daarom wordt er inderdaad goed afgestemd altijd met de omliggende gemeenten. Om dat soort problemen te voorkomen. Ja. Ja. Zit er nou voor je gevoel veel groei in de criminele activiteiten hier? Oeh, of is dat lastig? Nou, die wereld staat ver van mijn eigen wereld. Uh-huh. Dus in die zin kan ik daar weinig over zeggen. Wat je wel ziet uit de berichten in de media en inderdaad hoe vaak de burgemeester moet optreden, dan zit daar wel een groeiende trend in. Mm-hmm. En we horen ook de signalen vanuit de politie van pas op, met name voor het landelijk gebied. Daar, dat is een kwetsbaar gebied waar zich veel buiten het zicht kan afspelen. Ja.
Ja, en men houdt niet van schijnwerpers, dat zal duidelijk zijn. Nee, precies. Ja. Nu is de ChristenUnie nu niet meer vertegenwoordigd in het college. Dus jullie zijn een oppositiepartij, zoals het heet. Ja. Kun je nog invloed uitoefenen? Of is dat toch minder dan toen je nog wel een wethouder had? Ik heb het gevoel dat we nog steeds invloed kunnen uitoefenen. Dat is natuurlijk wel op een andere manier. Mm-hmm. Maar we merken dat er binnen de raad naar onze bijdrage wordt geluisterd. En als we met voorstellen komen, afgelopen donderdag over de rioolheffing werd die niet aangenomen. Mm-hmm. Maar eerder, wanneer was dat? Ik denk in november of december. Toen hadden we ook iets met de OZB. Ja. Toen was het college van plan om de OZB-tarieven voor volgend jaar met ruim 10% omhoog bij te stellen. En daarvoor hebben we een amendement ingediend, een voorstel om dat te veranderen. Dat is dan financieel technisch weer wat ingewikkelder. Mm-hmm. Maar het komt erop neer dat we nu rond de 5% zitten. Ja. En het verschil wat we verliezen tussen die 5 en 10%, dat halen we weer in de komende jaren. Je gaat over de jaren middelen. Precies. Ja. Nou ja, dat is dan toch een. Want die 10%, daar schrok ik ook wel een beetje van, hoor. Er zijn soms wethouders die moeite hebben om 4% verhoging door de raad te krijgen. Ja. Ja. Dus. De afspraak was altijd van we volgen de inflatie. Ja, en de inflatie was vorig jaar erg hoog. Dus dan volg je hem ook met de LCB. En vandaar inderdaad ons voorstel van neem dan de inflatie over een gemiddelde van 4 jaar. En dan haal je die rare pieken en dalen er een beetje uit. Ja, zoals je soms ook als je een onderzoek hebt dat je het beste en het slechtste resultaat weglaat. Omdat dat soms hele rare uitschieters kunnen zijn voordat je gaat middelen. Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het een leuk gesprek. Marco, bedankt. Ja, fijn. Graag gedaan.